Hallo, ik ben Willem van voorbeter.nl. In de volgende videoles gaan we kijken naar het eindexamen scheikunde HAVO 2011, opgave 8. Bij opgave 8 hebben we een heel erg lang verhaal staan over een pinguïn die je in een magnetron kan zetten, zodat hij eigenlijk eerst vocht opneemt en in de magnetron het vocht weer kwijtraakt. Waarbij er uiteindelijk een vergelijking moet worden gegeven over, de vergelijking moet worden gegeven van de reactie die optreedt. Als we dan gaan kijken, dan wordt in het hele stuk maar één stof genoemd: kobaltchloride. En we moeten iets hebben met rood en blauw en Binas tabel 65b. Dus als je op zo'n moment je Binas er dan ook even bij pakt, dan kun je het volgende zien. Dan zie je namelijk dat kobaltchloride en kobaltchloride dat een aantal water heeft opgenomen. En dat zijn er 6. Dat die verschillende kleuren hebben. En de reactie die plaatsvindt, daarvan moeten we hebben de reactie die plaatsvindt in de magnetron. Dus in de magnetron gaan we van rood naar blauw. In de magnetron weten we ook dat het kobaltchloride, wat water bevat, want als hij water bevat, was die rood. Nogmaals, kijk in tabel 65b, daar zie je dit gewoon staan. Dan verliest hij zijn water en dan wordt hij blauw. Dus dan ontstaat er weer kobaltchloride plus het water dat eerst in het kristalrooster gebonden zat, is nu niet meer in het kristalrooster gebonden, maar is vrijgekomen. En je mag natuurlijk zeggen van waarschijnlijk is het vrijgekomen als gas, dus een geetje erbij is zeker toegestaan. Ik zou het ook zeker doen. Je weet namelijk nooit. Maar goed, dit is een minder geïnspireerde uitleg vandaag, excuses. Dat gebeurt ook wel eens. Goed, maar als we naar het antwoordenmodel gaan kijken, maximum score is 2 punten. Als we zeggen kobaltchloride met daaraan gebonden 6 water, wordt kobaltchloride plus 6 losse waters. Dan hebben we in ieder geval 1 punt als we de kobaltchloride tetrahydraat voor de pijl hebben staan. Dus kobaltchloride met 6 eraan gebonden waters voor de pijl. Dus dat je hebt ontdekt dat deze stof de rode stof is en hem goed hebt opgeschreven. En je krijgt 1 punt als je de andere 2 stoffen na de pijl hebt staan. Dus als je de stoffen die blauw hadden moeten zijn uit Binas tabel 65b ook weer op had geschreven. Als je de vergelijking verkeerd om hebt gedaan, krijg je nog maximaal 1 punt. Dus let altijd goed op, wat zijn je beginstoffen, wat zijn je eindstoffen. Goed, ik ben Willem van voorbeter.nl. Tegen een camera aanpraten vind ik een stuk minder interessant dan tegen echte mensen aanpraten. Er is nu hier verder ook niemand in deze ruimte. Ik kan wel even laten zien waar ik voor de rest werk. Want dit is namelijk gewoon mijn locatie waar ik alle eindexamen trainingen geef. En dat is dus gewoon een simpel klaslokaaltje met heel weinig mogelijkheden behalve tafels, een wc en een aantal schoolborden. Mocht je nu interesse hebben in examentrainingen van mij krijgen en van een vriendelijke, goed geschoren man
uitleg te krijgen, dan zou ik zeggen, kijk eens op www.voorbertha.nl en schrijf je in. Ik hoop dat je iets aan deze uitleg gehad hebt. Bij een volgende zal ik weer zorgen dat ik wat wakkerder ben en eventjes wat extra inspiratie op heb gedaan, zodat je extra leuk aan de slag kan en niet helemaal lomp mij nu gaat wegklikken. Nou, klik, please. Of klik op een duimpje. Mag ook. Duimpje. Klik mij. Iets. Nee. Einde. Klaar.